Goedemorgen allemaal. Hier is weer een nieuwe aflevering van de verkiezingsspecial van Online Gastles. Mijn naam is Meester Jochem en ik ga samen met jullie vandaag weer een politicus aan de tand voelen, zoals we dat zo mooi kunnen zeggen. En we gaan eens even horen wat de gedachten zijn, in dit geval achter de partij van onder andere, over de partij van 50PLUS. We gaan het gesprek aan met Liane den Haan. Je zou misschien aan de naam denken dat ze bij de Partij van de Dieren zou beter zou passen, maar nee, ze zet zich in voor 50PLUS. En ik ga er gewoon meteen bij halen. Dus Liane, goedemorgen. Dit is jouw beeld. Goedemorgen. De allereerste vraag die ik even aan jou wil stellen om te starten. Stel je even voor en waar zit jij in Nederland? Ik zit in Woerden en ik ben Liane en ik ben 53. Ik heb 3 kinderen en een hond en een kat. Dus ik hou ook van dieren. Dus de Partij van de Dieren had ook nog zomaar gekund. Met Den Haan als achternaam. Nee, dat is een hele slechte grap. Hey, en de eerste vraag. Jij zegt al van, ik ben 53, jouw partij heet 50PLUS. Kan je uitleggen waarom jouw partij 50PLUS heet? Ja, 50PLUS is er omdat wij vinden dat iedereen in Nederland op een hele fijne manier ouder moet worden. En daar moeten we heel veel dingen voor regelen in Nederland. Dat betekent dat we voldoende huizen moeten hebben om in te wonen, maar ook huizen voor ouderen die aangepast zijn. Als je ouder bent, dan kun je eenmaal wat minder goed bijvoorbeeld trap lopen. Wij willen graag dat als mensen straks met pensioen gaan, dus met stoppen met werken, dat ze ook nog een goed inkomen hebben, dus genoeg geld hebben om van rond te komen. En dat er goede gezondheidszorg is, maar we willen ook, want dat heeft ook met ouder te maken, als je geboren wordt, vanaf die dag word je elke dag een beetje ouder. We willen ook goed onderwijs en we willen dat iedereen een baan kan vinden. Maar 50PLUS, dat hebben we met name gedaan omdat we zeggen 50, dan sta je een beetje op het kantelpunt in je leven, dan ben je op de helft ongeveer. En vanuit die helft moet je eigenlijk zorgen dat je naar de generatie boven jou kijkt en de generatie onder jou kijkt. Dus de mensen die ouder zijn, mensen die jonger zijn en die moet je met elkaar verbinden. En hoe gaan jullie die jongeren en die ouderen dan verbinden? Wat is dan specifiek wat bij jullie past? Nou, ik kan misschien het beste doen door een voorbeeld te geven. Want in de Tweede Kamer wordt natuurlijk heel veel gesproken over heel veel onderwerpen. En ik kan me voorstellen dat het soms een beetje saai is. Maar bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven. Als je het huis uitgaat, dan wil je heel graag, als je 18 bent of 20 bent, wil je een leuk huis vinden. Ja. Dat is er op dit moment niet, omdat alle mensen die in een huis wonen, die kunnen niet meer naar een ander huis. Dus als je bijvoorbeeld ouder bent, dan wil je misschien naar een kleiner huis. En dat is er niet. Dus 50PLUS wil ervoor zorgen dat iedereen weer een huis heeft. Waarom is dat kleinere huis er niet? Omdat er veel te weinig woningen zijn. Er moeten 1 miljoen woningen gebouwd worden. Daar ben ik al 15 jaar mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Vanuit mijn vorige werk, dus dat ga ik nu straks in de Tweede Kamer proberen. Ja. Die huizen zijn er gewoon niet. En er zijn onvoldoende huizen voor oudere mensen. Dus die blijven in hun grote huis wonen. En dat betekent dan dus dat er de jongeren ook niet door kunnen stromen. En de mensen die nog een huis moeten vinden, zoals jullie straks, als je 20 bent misschien, ook geen huis kunnen vinden. Dus eigenlijk alles wat wij als 50PLUS doen, dat doen we niet alleen voor de huidige mensen die 50PLUS zijn, maar ook voor jullie die straks 50PLUS worden. Maar nu ook nog gewoon heel veel dingetjes willen. Nou, net van die huizen vind ik ook wel. Dat vind ik wel mooi om even te horen. Van wat zou je dan specifiek kunnen doen? Hebben jullie dan wat als er meer kleinere huizen moeten komen? Ik kan me voorstellen dat het ook voor jongeren interessant is en voor ouderen. En dan kan je, als je later oud wordt en je krijgt mogelijk kinderen, dan ga je weer naar een groter huis, dan weer naar een kleiner huis. Wat is dan de oplossing voor 50PLUS om dat te doen? Nou, de oplossing, dat zijn 2 dingen. Wij zeggen bouwen voor oudere mensen is de oplossing voor jongere mensen. Dus we moeten eerst beginnen met oudere woningen te bouwen. Waar mensen naartoe kunnen, die bijvoorbeeld woningen die aangepast zijn zonder drempels. Hè, dat als je met een rollator loopt, dat je daar goed doorheen kan. Op de begane grond, zodat je geen trap hoeft te lopen. En als die woningen komen, dan kunnen oudere mensen daar naartoe. Dan komen de grote huizen vrij, dan kunnen gezinnen daar naartoe. En dan kunnen de jongeren weer naar de kleinere woningen. Waar de gezinnen uit vandaan uitkomen wellicht. Wat zeg je? Waar we dan wellicht die gezinnen uitkomen, dan kunnen de jongeren dan weer in. Dan kunnen de jongeren weer naartoe. En waar de jongeren naartoe gaan, dan kunnen de mensen die nu straks het huis uitgaan weer naartoe. Ja. En dan komt er zeg maar het doorstroom op gang. En er moeten veel meer huizen gebouwd worden voor kleine gezinnen. Dus voor 1 tot 2 persoons huishoudens. En die moeten levensloopbestendig zijn. Dat betekent dat je er op elke leeftijd moet kunnen wonen. Dus zonder drempels, met brede deurdoorgang. Dat je ook met een rollator wil laten door kan, met een scootmobiel. Dus dat is wat er eerst moet gebeuren. Nou, heel duidelijk. De vragen komen inmiddels binnen.
En dat is wel eigenlijk een hele concrete vraag. En misschien, nou, daar mag je zelf het antwoord op geven. Als jullie de meeste zetels krijgen, wat willen jullie dan als eerste veranderen? Nou, die woningbouw, dat vinden wij heel belangrijk. Want wonen, dat is zo belangrijk. Als je geen goed dak boven je hoofd hebt, dan voel je je heel erg vervelend. Dus het wonen is het allerbelangrijkste, dat we gaan oplossen dat er voldoende woningen komen. Daarnaast willen we heel graag gaan kijken hoe we de zorg beter betaalbaar kunnen houden. Want in Nederland geven wij wel 88 miljard euro uit aan de gezondheidszorg. En er moet veel meer gedaan worden bijvoorbeeld aan het leren van mensen hoe ze gezond moeten leven, zodat je later kosten en ook gewoon ziektes, zeg maar, voorkomt. En we vinden het heel belangrijk dat iedereen een eerlijk inkomen heeft en kans op een baan. Dus dat zijn de drie dingen waar wij als eerste mee aan de slag gaan. En hoe zou je die kinderen dat kunnen leren, dat ze beter voor zichzelf moeten zorgen? Wat zijn jullie gedachten daarover? Nou, ik ben toen mijn kinderen klein waren, ben ik overblijfmoeder geweest, één keer in de week. En wat ik dan bijvoorbeeld zag, was dat heel veel kinderen heel veel ongezonde dingen in hun lunchpakketjes hebben. Mm-hmm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen gezond eten, maar dat jullie natuurlijk ook voldoende bewegen. En dat jullie niet alleen maar dat horen van dat is gezond, want dat gebeurt dan vaak, maar dat er uitgelegd wordt waarom dat gezond is. Want als je dat niet doet, dat je later bijvoorbeeld allerlei vervelende ziektes kunt krijgen. Ik heb altijd geleerd, je kunt mensen iets opleggen, dat is nooit zo leuk. Maar als je uitlegt waarom het is, dan snappen mensen het vaak veel beter. Dus dat, ja, gewoon beter uitleggen waarom het gezond zou zijn. Ja. Andere vraag, kunnen jongere mensen ook op jullie partij stemmen? Ja, iedereen mag op onze partij stemmen. En we zijn ook bezig om een jongerenafdeling op te richten. Ons jongste lid is 23 jaar. 50 min? Iedereen. Ja, ik dacht dat zou je 50 min kunnen noemen, maar dat is misschien verwarrend. Je zou het 50 min kunnen noemen. Ja. Hartstikke leuke naam, de 50 min afdeling. Ja. Ik ga het dan maar doorgeven. En zij zegt ook van ja, ik vind het heel belangrijk dat jongeren snappen dat ouderen voor ons zorgen, maar ook wij voor de ouderen moeten zorgen en dat we het met elkaar moeten doen. Ja. Dus ja, heel erg leuk. Dus jongeren kunnen zeker op ons stemmen. En er is een stemwijzer, er zijn heel veel stemwijzers trouwens, maar als je die doet, dan zie je dus ook dat heel veel jongeren uitkomen op 50+, omdat er heel veel dingen in het programma ook voor jongeren zitten. En natuurlijk een 50+ partij in dat opzicht zal nooit alleen op de 50+ kunnen richten, want de mensen die nu 40 zijn, zijn over 10 jaar ook 50. Dus het heeft invloed op elkaar. Dat is precies wat jij zegt. Ja, dat zeg ik ook altijd. Hè. De mensen die nu jong zijn, worden uiteindelijk ook allemaal 50+. En juist wij moeten met elkaar laten zien dat we voor elkaar willen zorgen. Ja. Kunnen we een andere vraag binnen? Dat vind ik wel een leuke vraag van basisschool. De Kane groep 6. Klopt het dat 50-plussers moeilijker aan werk komen? En wat willen jullie daaraan doen? Ja, dat klopt. Er zijn heel veel vooroordelen. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat oudere mensen altijd ziek zijn. Of helemaal niet meer zo makkelijk veranderingen aan kunnen. Of niet meer zoveel werk leveren als jongeren en dat ze duurder zijn. En dat laatste, dat klopt. Ja. Want oudere mensen hebben veel meer ervaring, dus die verdienen dan vaak een beetje meer. Maar het andere klopt niet. En dat zijn vooroordelen. Dat is heel lastig om dat te bestrijden. En er zijn jarenlang zijn er campagnes geweest om te laten zien dat het heel belangrijk is dat jong en oud samen op de werkvloer het werk doet. Wij zeggen altijd jong en oud is goud. Je kunt van ouderen heel veel leren, want die hebben al heel veel meegemaakt. En ouderen kunnen weer heel veel van jongeren leren, want die hebben weer allemaal nieuwe, frisse ideeën. Weten vaak ook veel meer van de nieuwe technieken. Ja. En dat is een hele leuke combinatie. Maar die voorlichtingsprojecten, die moeten gaande blijven. Die zijn nu gestopt en dan zie je ook meteen dat het gewoon weer minder goed gaat. Oké, nou, helder. Andere vraag, die gaat even terug waar we het eerder over hadden. Dat is de vraag, waarom kiest u voor kleinere huizen voor jongeren? Omdat als je zeg maar het huis uitgaat, dan ga je meestal alleen ergens wonen als student of soms met z'n tweeën. Grotere huizen kosten nu allemaal ook eenmaal veel meer geld. Dus dat betekent dat je dan ook heel veel geld zou moeten hebben. Ja, meestal zie je dus dat jongeren die in huis uitgaan nog niet zoveel geld hebben. Dus vandaar dat het belangrijk is dat er ook voldoende kleinere woningen zijn. Dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, om het meer helder te maken, dat je kleinere huizen, meer betaalde, goedkopere huizen en wat duurdere huizen. Want er zijn misschien ook wel grote huizen die wat goedkoper zijn op een andere plek in het land. Maar eigenlijk betaalbare huizen voor jongeren en
Ja, dus het heeft met name met wat het kost te maken. Ja, ja. Kijk, en als je natuurlijk heel veel geld hebt, kun je er zelf voor kiezen om bijvoorbeeld wel in een groot huis te gaan wonen. Ja. En de meeste studenten hebben niet zoveel geld. Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ook een leuke vraag. Waarom bent u de politiek ingegaan? Oh jee. Nou, dat wilde ik ook eigenlijk helemaal niet. Dat wilde u helemaal niet? Nee, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben heel lang directeur geweest van een oudere organisatie. Ja. En dat betekende dus dat wij zeg maar opkwamen voor ouderen. Dus dat we proberen te regelen dat er een goed pensioen is. En nou, goede zorg en eenzaamheid bijvoorbeeld bestrijden bij ouderen. Maar ik merkte wel de laatste paar jaren dat het steeds moeilijker is om iets voor elkaar te krijgen in de Tweede Kamer. Er zijn zoveel partijen. En het is heel lastig om daar afspraken mee te maken. En toen werd ik gevraagd door 50PLUS. En daar heb ik heel lang over nagedacht. Ik heb ook 3 keer nee gezegd. Ja. En uiteindelijk dacht ik, misschien moet ik toch zelf dan ook maar wel politiek verantwoordelijkheid nemen. En kijken of ik zelf in de Tweede Kamer het verschil kan maken. En dus ervoor kan zorgen dat het geregeld wordt allemaal. Nou, dat is een goed streven. Uiteindelijk om toch gewoon de koe bij de hoorn te pakken en ermee aan de slag te gaan. Andere vraag, ook van de kenggroep Z. Als 50PLUS niet zou bestaan, op welke partij zou u dan stemmen? En misschien ook nog wel op welke persoon? Ik had het een leuke vraag. Weet je dat heel lastig is? Want ik denk als ik naar personen kijk, dan zou ik denk ik wel op premier Rutte stemmen. Want ja. Ik vind dat hij het heel erg goed doet. Ja. En het is ook een hele aardige en leuke man en met heel veel humor. Ja. Als ik naar partijen kijk, dan denk ik toch dat ik op D66 zou stemmen. Oké. Heel goed, duidelijk. Dus enerzijds zo'n aardig mens, maar dat wil niet zeggen dat je dus ook altijd met de standpunten van die persoon eens hoeft te zijn. Nee, dat is denk ik wel een goede boodschap. Want bijvoorbeeld, ik ben het ook niet eens met wat er in het programma van D66 staat. En we zitten bijvoorbeeld ook in het programma van de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid. Er zitten hele goede dingen. Er zitten ook goede dingen in de programma's van de VVD. En het is een beetje lastig, want je moet een keuze maken. En daar helpen die stemwijzers wel weer een beetje bij. Om te kijken van wat vind ik nou zelf belangrijk. Ja. En dan vervolgens te kijken waar kom ik dan uit. En dan nog moet je kijken naar het verkiezingsprogramma van de partijen. Want wat staat daar dan allemaal in? Ja. En heel veel mensen stemmen toch een beetje op iemand. Ja. Ja, dus jij zegt eigenlijk van de kans dat je op een partij stemt. Dat je met alles eens bent, dat is niet zo heel groot. Maar kijk wat voor jou echt van belang is. En of dat klopt dan. Ja, daar moet je denken, wat is het allerbelangrijkste voor mij? Ja. En bijvoorbeeld vind ik het klimaat het allerbelangrijkste. En onderwijs en bijvoorbeeld wonen. Dan kun je dat aan klikken, zeg maar, op de stemwijzer. En dan komen die partijen ook naar boven die daar het meeste aan doen. Okay. Want je kunt nooit helemaal eens zijn met het programma van alle partijen. Ik heb zelfs ooit een keer het gesprek gehad, dat is misschien wel leuk om ook aan de kinderen en ook aan de leerlingen van, met Mark Rutte. Ik denk dat het een jaar of 6, 7 geleden was. En toen ging het over, in dit geval de VVD. En toen zei hij ook tegen mij, ik ben ook niet met alles persoonlijk eens wat in het partijprogramma staat voor de VVD. Nee. Maar voor het merendeel wel. Dus zelfs dat kan zijn. Dat heb ik ook. Ja. Ja, dat heb ik ook. Dat hebben alle collega's. Ja, dus dan moet je altijd. Nou, je bent een vertegenwoordiger, dus dan moet je soms ook even je eigen belang aan de kant zetten. Ja. Met welke partij kunt u het beste samenwerken? Is ook een vraag. Dat vind ik een hele goede, want er zijn natuurlijk veel kleine partijen. 50PLUS lijkt nu ook nog wel een kleinere partij te zijn dan de bekendere grote partijen. Maar met wie zou u goed kunnen samenwerken? Ja. Wat ik altijd denk is dat het is maar heel makkelijk om de partijen te kiezen die het dichtst bij jou staan. Dat is makkelijk. Ja. Maar het mooiste voor Nederland is dat je probeert verschillen te overbruggen. Dus dat je probeert om de verbinding te maken en naar oplossingen te zoeken. Dus is me vaker gevraagd, met wie zou je denken dat het goed is om te regeren? En we hebben een enorme crisis met corona, dat weten de kinderen ook allemaal. Die hebben daar ook ongelooflijk veel last van. En die zien ook hun vaders en moeder daar last van hebben, hun opa's en oma's. En dan moet je kijken hoe je die verschillen kunt overbruggen. En dan zou ik eigenlijk zeggen, dan moet je een coalitie vormen van links, rechts en midden. En daar de verbinding proberen te maken. En dan samen de schouders eronder. Want deze crisis gaat niet meer over welke partij nou de meeste macht heeft. Maar hoe gaan we dat nu het beste met elkaar oplossen? Oké, dat is dus eigenlijk gewoon samenwerken, samenwerken, samenwerken daarin. Ja, dat is de enige manier, want mensen zeiden ook, hoe ga jij nu de corona-ellende oplossen? Ik zeg, dat moet je met de partijen samen doen, dat kun je niet alleen. En iedereen die belooft dat alleen te gaan doen, dat is niet waar, dat gaat gewoon niet. Nee,
Nee, dat hebben we ook, heeft de geschiedenis ook wel laten zien, dat dat nooit is voorgekomen, dat er volgens mij in Nederland een partij is geweest die 76 zetels haalt en daarmee alles kan bepalen. Dat is een leuke vraag en ook wel begrijpelijk vanuit de kinderen. En het is een, ja, de vraag, vindt u dat het leenstelsel voor studenten moet worden teruggedraaid? Ja. Ja, nou is een duidelijk antwoord. Ja. Overigens vinden bijna alle partijen dat. Ja, inmiddels wel. Hè. Wij zijn voor de basisbeurs, want wij vinden dat onderwijs is een recht. En dat moet heel toegankelijk zijn. Iedereen moet dat kunnen volgen. Ja. Zonder allerlei schulden te hebben en stress te hebben over baantjes. En, dus ja, de basisbeurs, als ik dat voor zeggen zou mogen hebben, gelijk weer terug. Als ik dat zo beluister, wat we tot nu toe in alle andere interviews door de kinderen hebben gehaald, is dat bijna iedereen dat wel zegt, van we willen de basisbeurs terug. En zelfs een aantal partijen zeggen, we willen de studenten die nu een leenstelsel hebben, zelfs een deel van dat geld terugbetalen. Dus dat is zo wel, nou ja, we gaan het zien wat er gaat gebeuren. Laten we hopen dat dat na 17 maart, dat ze dat dan ook echt gaan doen, hè? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Nou, wat ik ook even toch wil vragen, want dat is best wel een groter onderwerp. En dat heeft te maken met hoe wij in Nederland werken. Dat gaat over pensioenen. En dat is volgens mij een heel moeilijk iets. Kan jij daar iets over vertellen hoe een pensioen werkt en wat dat precies is? En dan hoeven we niet over alle details te gaan, maar van wat daar van belang is. Want zeker voor de ouderen weet ik dat de mensen die op jullie partij stemmen, dat dat ook best wel een belangrijk onderdeel daarvan is. Kan je daar iets over vertellen? Nou, ten eerste vind ik het geweldig dat kinderen daarnaar vragen. Want over het algemeen zie je dat kinderen daar nog niet zo mee bezig zijn. Nee. Maar ik ga proberen om het heel kort en heel makkelijk uit te leggen. Doe dat. Als je stopt met werken, dan wil je ook nog steeds geld hebben om te kunnen wonen en te kunnen eten en leuke dingen te kunnen doen. Dat betekent dat je moet sparen daarvoor. En dat doe je eigenlijk vanaf het moment dat je gaat werken. En je hebt twee soorten pensioen. Je hebt een pensioen, dat krijg je van de overheid. Je krijgt het niet helemaal, want je betaalt daar via je inkomen, via je salaris ook een beetje voor. En je hebt een pensioen, daar spaar je zelf voor, via je werk ook, via je werkgever. Ja. Dus je hebt de ene heet de AOW en de andere heet het aanvullende pensioen. De aanvullende is via de werkgever of je werk en de AOW is dat we van Nederland krijgen. Van de overheid krijgen. En daar betaal je wel een beetje bij, maar dat merk je eigenlijk niet. Dat gaat via je salaris, dat merk je niet helemaal. Ja. Maar dat gebeurt wel. Nu is het zo dat we in Nederland allemaal ouder worden. Gelukkig maar. De kinderen die nu geboren worden, die worden wel ouder dan 100. Dus dat betekent dat die tijd dat je niet meer werkt, totdat je komt te overlijden, moet je geld hebben. Ja. Nou, dat betekent dus ook dat de AOW, zeg maar, voldoende moet zijn om van rond te kunnen komen. Mm-hmm. En dat het aanvullende pensioen, nou, dat is een mooi extraatje als je dat hebt. Nou, dat stelsel, zo heet dat, hè, de manier waarop dat geregeld wordt, dat is niet meer houdbaar. Omdat we allemaal ouder worden. Dus dat moet veranderd worden. En daar is nu heel veel over te doen. Moeten mensen nu wel met 65 met pensioen gaan of niet? Moeten we nu, zeg maar, in dat aanvullende... Vroeger was het altijd 65 en het is inmiddels naar 67 geplaatst, verhoogd. Ja, in 1957 is de AOW ingevoerd. En dat was toen, als je met 65 ging stoppen met werken, dan kreeg je geld van de overheid. Nu is dat 67 geworden. Ja. En hoe ouder wij worden, hoe meer die leeftijd, zeg maar, naar boven gaat. Ja. Omdat het anders onbetaalbaar blijft. Het is heel ingewikkeld allemaal. Maar wat wij als 50PLUS willen proberen... Kijk, de mensen voor mij in de partij hebben altijd gezegd, het moet op 65 blijven. Maar dat is gewoon niet reëel, dat is niet houdbaar. Dus wij hebben gezegd, 67, dat is prima. Maar we gaan het wel mogelijk maken voor mensen om eerder met pensioen te kunnen. Zodat je wel kan kiezen. Want wij vinden eigenlijk dat wij dat niet moeten bepalen. Maar dat mensen zelf moeten weten wanneer ze, zeg maar, ophouden met werken. Nou, dat kost geld en dat moet betaald worden. En dat hebben we nu in een programma gezet. En dat is nu uitgerekend en dat kan ook inderdaad. Nou, spannend. En er is een hoop over te doen. Er is heel veel over te doen. Ja. Dat zouden de kinderen kunnen vragen aan hun ouders hoe dat allemaal werkt. Want het is echt wel heel complex. En we worden inderdaad steeds ouder. Dus we hebben eigenlijk steeds meer geld nodig. En veel meer ouderen ten opzichte van de jongeren. Dus dat is ook heel moeilijk. Dus, Wil jij als laatste nog een boodschap meegeven aan de kinderen? Die jij belangrijk vindt? Ja, nou, ik vind het heel belangrijk dat mensen gaan stemmen. En jullie mogen nog niet stemmen. Maar daarom vind ik het ongelooflijk goed dat jullie je nu al verdiepen in de politiek. Ja. Want het lijkt misschien soms wel een beetje saai. Maar het is toch wel heel erg belangrijk. Want heel veel dingen die jullie belangrijk vinden, worden gewoon in die politiek geregeld. En ik nodig ook hier vandaan iedereen uit die het leuk vindt om na 17 maart een keer naar de Tweede Kamer te komen.
om dat aan te geven. En dan kunnen we kijken of we dat kunnen regelen. En dan kun je nog veel meer vragen stellen, maar dan kun je het ook meteen zien hoe het gaat. Misschien moeten we dat maar eens een keer doen. Samen met online gasles om dat te organiseren. Dat heb ik met mijn kinderen ook gedaan. Wat zeg je? Om samen dat met online gasles te organiseren. Ja, dat is heel leuk. Ik heb het met mijn kinderen ook gedaan. Want dat is misschien voor de scholen ook leuk. Er is een voorlichtingskoffertje in de Tweede Kamer. Dat heet de Derde Kamer. En dan kun je 6 weken lang kun je onwijs leuke projecten daarmee doen. En dat kun je afsluiten. Dat heb ik met mijn kinderen zelf ook gedaan op de lagere school. Door een keer een bezoekje te brengen aan de Tweede Kamer. Dat is ontzettend leuk. En daar leer je heel veel van. En dan zie je eigenlijk dat politiek niet zo saai is. Omdat dat best wel heel erg leuk is. Heel goed. Dankjewel voor je bijdrage, Liane. Heel veel succes de komende dagen. En tot de volgende keer. En wellicht dan inderdaad tot ziens in de Tweede Kamer. Heel goed. Hartelijk welkom. Dankjewel kinderen voor het kijken. Dit was weer de verkiezingsspecial. Nu met Liane Nahl. Straks gaan we nog verder. Sterker nog, eigenlijk al over 10 minuten gaan we verder. Met Farid Azarkan gaan we van Denk is Hij gaan we het gesprek aan. Mogen jullie ook weer de vragen stellen. En later om 10:30 alweer gaan we met Rutmer Heerema van de VVD praten met name over sport. Ik kijk er naar uit en ik hoop dat ik jullie straks weer mag zien. Groeten van Jochem. Hoi hoi.